Hoi, ik ben Marie en ik werk als trainer en dagvoorzitter voor het Nederlands Debatinstituut. Met mijn ervaring in het theater weet ik hoe belangrijk het is om je ademhaling onder controle te hebben tijdens een presentatie. In deze video geef ik je een truc mee waar je superveel aan gaat hebben, dus kijk zeker verder. Ben jij wel eens gespannen voor een presentatie? Praat je dan wat snel en merk je dat je naar adem moet snakken? Hoe breng je nou eigenlijk rust in een presentatie? Ademhalen. We doen het allemaal, iedere dag, vanzelfsprekend, automatisch. Maar tijdens een presentatie wil het nog wel eens zo zijn dat dit automatisme je in de steek laat. Je merkt dat je te weinig adem hebt en dat je hoorbaar naar adem moet snakken. Dat is natuurlijk heel vervelend voor jezelf, maar ook voor je publiek. Zij raken zo afgeleid van de inhoud en dat wil je natuurlijk niet hebben. Om je ademhaling te laten zakken heb je je middenrif nodig. Je middenrif? Jazeker, je middenrif. En laat je die nou net gebruiken tijdens de buikademhaling. Wanneer je inademt, spant je middenrif zich aan, waardoor je longen zich verder uit kunnen zetten dan tijdens de borstademhaling. Hierdoor stroomt er meer lucht naar binnen, waardoor er ook meer zuurstof naar je hersenen gaat en je zult merken dat je helderder kunt nadenken tijdens je presentatie. Wanneer je uitademt, dan ontspant je middenrif zich, waardoor je adem letterlijk naar beneden zakt in je lichaam. Je zult merken dat je je rustiger zult voelen. Maar waar zit je middenrif en hoe maak je er gebruik van? Daar heb ik een handige oefening voor. Leg je hand eens op je buik en zeg het volgende. Ft, 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 kst, kst, kst. Dat kan een beetje onwennig voelen, maar je zult merken dat je hand wat tikjes krijgt van je middenrif. Je hebt hem gevonden. Probeer dit tijdens een oefening voor jezelf eens na elke zin even te doen. Je dwingt jezelf zo om even pauze te nemen, je adem naar beneden te sturen en weer met een frisse nieuwe adem aan je volgende zin te beginnen. Je hebt dan zelfs even tijd om na te denken over wat die volgende zin eigenlijk is. Wanneer je deze oefening onder de knie hebt, is de volgende stap om hem alleen nog maar in gedachten te doen. Je hoeft hem dan dus niet meer uit te spreken, maar let op, denken duurt even lang als praten. Neem er dus echt goed je tijd voor. Dus, gebruik je middenrif met de oefening ft en kst. Doe hem vervolgens alleen nog maar in gedachten en voor je het weet bewaar jij alle rust tijdens je presentatie. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer weten over hoe je nou echt een goede presentatie geeft? Druk dan op het duimpje omhoog en abonneer je op ons YouTube-kanaal.